Het is belangrijk dat tsunami en tsunamers weten dat er een wildwaterdag is, dat er een bepaald dag uitgetrokken is hiervoor. Ik zou deze dag zeker willen gebruiken en zeker naar de mensen toe ook willen aangeven, vragen om het ook te gebruiken als een stukje reflectie, een stukje zelfreflectie. Water verbindt alle leven op aarde. 22 maart, Wereldwaterdag. Internationaal wordt deze dag vanaf 1993 gevierd en is ingesteld door de United Nations. Op deze dag ligt de nadruk op de universele toegang tot faciliteiten die schoon water bevatten en die ook sanitair en hygiënisch zijn. De zogenaamde WASH facilities, Water, Sanitation and Hygiene. Dit jaar is het thema voor Wereldwaterdag Nature for Water. Waar staan wij in Suriname met de noodzaak voor water? Suriname is deel van de Guyana's en dat is een inheemse naam die betekent veel stromenland. Werkelijk, Suriname heeft veel water. Maar we staan er te weinig bij stil hoe belangrijk dat voor ons is. Water kan je gebruiken voor verschillende doeleinden. Dus water kan je direct gebruiken, direct use of water. Je kan het als drinkwater gebruiken, je kan het gebruiken voor irrigatiedoeleinden. Je kan het gebruiken om energie op te wekken. Water kan je ook indirect gebruiken, hè? Dus in landbouwgewassen, nietwaar. Dus alles wat je produceert voor consumptie heeft water nodig, dus indirect gebruik van water ook. Kijk maar naar watermeloen, nietwaar. Er zit heel veel water zit daarin. Rijst die je produceert, vlees die je consumeert, allemaal heeft water nodig. Dus zowel direct als indirect gebruik van water. Ons beleid, ten eerste, is erop gericht om eigenlijk in lijn met de Sustainable Development Goal nummer 6, dat is clean water van de VN, om ervoor zorg te dragen dat in Suriname zeker alle burgers, het publiek, voorzien wordt van kwalitatief goed drinkwater. En daarvoor heb je inderdaad een nieuwe kijk voor nodig, ander beheer voor nodig. En daar heb je dus ook dat de mensen meewerken hieraan. Want als je niet meewerkt, dan kan je al zoveel effort in stoppen. Het gaat niet lukken. Voor het beheer van water is een gezamenlijke aanpak van verschillende expertise nodig. De noodzaak voor de ontwikkeling van nieuwe wetgeving daarvoor is duidelijk. Nou, het belang van wetgeving, zeker binnen de watersector, is uiteraard voor Suriname van enorm belang. Te beginnen, we moeten ons indenken dat de bestaande wetgeving waar we nu over praten in Suriname heel oud is. Sommige dateren zelfs vanaf het begin van de vorige eeuw. We praten over sommige 1900 zoveel. En voor een aantal onderdelen binnen ons watergebeuren in Suriname is er dus nog geen adequate wetgeving. Dus een van de belangrijke taken die het ministerie dan ook heeft als ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname is om ervoor zorg te dragen dat de wetgeving in Suriname up-to-date is en ook de bestaande regelgeving daaromtrent wordt aangepast. En dat is toch wel iets dat we al geruime tijd mee bezig zijn om zodoende toch wel een sector te hebben waar water op een duurzame wijze wordt gebruikt. Hoewel we veel water tot onze beschikking hebben, zien we dat grote delen van belangrijke rivieren ernstig worden vervuild. Wetgeving voor de bescherming daarvan is dringend nodig. Een van de wetsproducten voor de bescherming van water is de Minamata-conventie. Dit verdrag richt zich op de uitbanning van kwik in de goudmijnbouwsector. Maart 2018, deze maand, heeft de Nationale Assemblée het Minamata-verdrag voor het uitfaseren van kwik geratificeerd. Dat is heel belangrijk, juist op Wereldwaterdag, omdat kwik een van de grootste milieuproblemen van ons land is. En dat heeft te maken met de goudwinning waar kwik in het milieu komt. Dus daarmee leidt kwik tot een minder schoon milieu, problemen met toegang tot schoon en veilig voedsel en heeft een impact op het leven in en rond de rivieren. WWF zet zich in voor de bewustwording over kwik en kwikproblemen en helpt technologische oplossingen te vinden om kwikvrij te kunnen mijnbouwen, zodat daarmee de rivieren zich kunnen herstellen om weer gezond te zijn voor mens en natuur. WWF zet zich in samen met anderen in de hele Amazone om het Minamata-verdrag te ratificeren voor elk land in de Amazone en uitvoering van dat verdrag
te ondersteunen. Er wordt nieuwe wetgeving gemaakt voor waterbeheer in Suriname met een holistische aanpak. De afgelopen 3 jaar hebben wij als ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de wetgeving met betrekking tot drinkwatervoorziening, kwaliteit van het drinkwater, maar ook het onttrekken van water uit ondergrondse waterbronnen hebben we ter hand genomen. Het is in de tussentijd ook al in orde gemaakt en goedgekeurd door de Raad van Ministers. Een andere nieuwe wetgeving die we ook hebben geïntroduceerd is de wetgeving op de waterautoriteit, die daarbij een belangrijke rol zal vervullen. Waaraan we nu ook werken als het gaat dus om wetgeving voor wat betreft oppervlaktewater. Ik kan aangeven dat we nu bezig zijn de voorbereidingen te treffen. Wij in Suriname zijn samen verantwoordelijk voor het goed beheren en behouden van water in ons land. Dus met andere woorden, water die u gebruikt, gebruikt het verantwoord. Het vraagt ook van ons allemaal dat wij zeker als volk, als publiek, ook heel zuinig moeten omgaan met ons drinkwater. Uiteraard als ministerie kunnen we het niet alleen. We moeten het samen doen met andere ministeries, instituten, bedrijven, maar zeker ook met het publiek. Denk aan je gezondheid en denk aan de gezondheid van de environment.